Hey, welkom bij de video. Mijn naam is zoals gewoonlijk weer eens Max. En vandaag speel ik iets anders dan races. Wow! Ik weet het, geen races. We spelen namelijk vandaag op de Royalistic Roleplay Server genaamd Roerveen. Erg Jotem. De Royalistic Roleplay Server genaamd Roerveen is een GTA online server waar je met heel veel gezellige mensen kan roleplayen. Vandaag ging ik erop in mijn eentje zonder vrienden. En ben ik nieuwe vrienden gaan maken. Veel kijkplezier naar deze video. En abonneer eventjes, want anders ga ik een donutje opzoeken in de nacht. En dat wil je niet. Dat wil je echt niet hebben. Dat heeft hij een paar keer bij mij gedaan. En ik kan je vertellen dat het geen pretje is. Dus pas maar op. Doe maar gewoon. Mijn voertuig staat in de impound. Top. Meneer. Mag ik dat vragen? Zeker weten. Zou jij mij ergens af willen zetten? Tuurlijk, waar moet je heen? Ik moet naar de impound, mijn auto is afgenomen van me en ik wil hem heel graag terug. Oké, tuurlijk, stap maar in. Wat een aardige burger, jongens! Kijk, dit is nou een goede burger, zou ik zeggen. Kijk, top! Ik zou het ook graag hebben dat iemand dit voor mij zou doen. Ja, dat zou ik doen. Volgende keer, als ik ooit eens daar sta, en jij staat er toevallig en jij moet naar de impound, dan zal ik je met alle liefde naartoe brengen. Ah, oké, dat zou fijn zijn. Ben je al lang in deze stad? Nou, niet zo heel lang. Ja, redelijk nieuw. Ja, ik ook maar een klein weekje. Al veel dingen meegemaakt of is het rustig leventje? Nou, ik kan toch zeggen dat ik al wel wat heb meegemaakt, ja. Oh ja? Ja, zeker weten. Ik was hier even wat afgelopen dagen een suïcidale man op het Blokkenpark die dreigde om van een gebouw af te springen. Wauw, dat is... Dat was nogal... Interessant, ja, iets, interessant. Ja. Wauw, een voertuig gaan pakken. Oh, dat duurt even lang, zeg! Dat is een mooi ding. Ja, dat zeggen wel meerdere mensen. Wacht, okay. Kom anders even naar de garage waar we net waren. Daar rijdt de auto. Okay. Ik volg jou, want ik weet de weg niet uit mijn hoofd. Dus rij jij maar, ik volg jou. Ik ken de weg niet uit mijn hoofd, jongens. Maar ik wil even verhalen van deze man horen. Kijken wat hij allemaal doet in de dagen. We gaan hem gewoon observeren. En kijken of wij dingen samen met hem kunnen doen. Lijkt me wel leuk. Lijkt me op zich wel leuk. Hebben we iets te doen, weet je? Ik heb geen... flauw idee wat ik altijd moet doen op deze server. Nou, daar gaan we. Ah, het was er doorheen. Zo hoort het. Stoppen mijn auto weer terug. Mag ik weer instappen? Tuurlijk. Wat doe jij hier? Ik ben nieuw en met nieuw bedoel ik weet niet wat ik moet doen hier. Ik heb nog geen baan. Ik verdien geen geld. Ik leef eigenlijk een beetje op de straat, maar ik wil een beetje wat gaan doen. Nou, zou je graag aan de legale kant blijven werken of ook misschien naar... Ja, dat ligt aan hoeveel knaken er in de kwestie zijn, hè? Nou, ik werk namelijk voor iemand. Ik deal wiet weg op de straat. En ik kan altijd eens vragen of hij misschien ook een jobje voor jou zou hebben. Oké, dat klinkt interessant, dat klinkt leuk. Ja? Ja. Oké. Ik ga eventjes parkeren dan, ik zal hem even een berichtje sturen. Oké, en tot in hoeverre is dat veilig allemaal? We gaan ook echt een steegje. Nou, het valt allemaal best goed mee. Oké. Het hangt soms wel af van, hoe moet ik het zeggen? Van de taak die je krijgt. Ja, zeker. Ja, oké. Het kan namelijk gaan van, je kan oftewel wiet toppen voor ons kunnen gaan plukken. Ik weet niet of je weet waar je dat doet. Nee, ik weet waar ik mijn kleding kan kopen en waar ik mijn auto in de garage kan zetten. That's it. Oké. Als je even je map open doet, zal ik je even de locatie al laten zien. Oké, en dan heb ik een soort, hoe moet ik het zeggen, verrassing is het ook niet echt. Een plot twist. Ik heb op het moment 31 gram wiet bij me. Oké. En dat wil ik ook graag kunnen verkopen nu, want ik wil er niet zo lang mogelijk mee... Ja, dat begrijp ik. Heb je misschien een appartement? Ik heb geen appartement. Geen appartement. Nee. Hoeveel geld heb je nu voor het moment? Want ik kan hier aan het Blokkenpark kan je een simpel appartementje voor €250 per 24 uren. Oké, nou ik heb mijn erfenis juist geclaimd, of een tijd geleden. Dus ik heb momenteel op mijn bank €300.000 staan. Oké. Dus er is geld voor aanwezig. Ik kan je even het appartement laten zien als je wil. Ja, doe maar. Oké. We willen natuurlijk wel gewoon wat duurder leven dan wat dit wat ik hier voor me zie nu. Zou je graag in een huis wonen of eerder in een appartement? Een appartement in de stad is altijd wel handig. Dan heb ik, dan kan ik je wel een paar plaatsjes laten zien. Oké, doe maar. Hey, dat is nou een leuke gast die ik tegenkom, weet je? Niet iemand die... Mootje van Plein! Hé, hey, mijn patas! Mijn zwart met witte patas! Mootje van de boer! Hey, Reno, stap in! Ja. Ik kom Mootje van de boer, hè?
Kom, weg. Ik moet deze auto lenen, meneer. Tot sinaas. Nee, sinaasappel niet welkom. Sinaasappel niet welkom. Nou ja, het autosalon is hier ook in de buurt, dus als je misschien eens een keer zou willen kijken, want ik denk voor het budget dat je misschien hebt, dat je al zeker een hele mooie auto van. Ja, dat klopt. Ik heb nu mijn mooie roze met groene auto. Die kreeg ik bij de erfenis erbij. Het was niet dat ik de keuze had of zo, maar kom er gewoon bij. Oké, ja, als je eens een keer een kijkje wil nemen, we zijn hier nu namelijk bij het autosalon. Oh, nou, neem maar even een kijkje. Okay. Ja. Gaat niet iemand zomaar? Oh, ja, dat... Top! Poging 2 om naar binnen te gaan, overigens. Poging 2 mislukt. We gaan het nog een keer proberen. Sorry, je was verdwenen van mij. Ja, ik struikelde telkens als ik naar binnen liep en toen werd ik eigenlijk wakker aan de achterkant van het gebouw. Ik weet niet echt wat er gebeurde. Oh. Ik ga het nog een keer proberen. Ik sta weer bij de auto. Ik weet niet of je hier nog ergens in de buurt bent. Ja, maar het wordt hem niet uit betrouwbare bronnen. Ja, we gaan wel een andere keer hier langs, joh. Ja, dat is goed. Oké, hier zijn we dan. Dit is de Eclipse Towers. Ja. Enkele mooie dingen van dit gebouw zijn. Je hebt een zicht over de hele stad tot aan de zeezels. Ja, wauw. En is ook luxe ingericht, natuurlijk. Ja, oké. We gaan deze verkopen. We zijn gewoon te rijk om dat niet te doen, namelijk. Ik kan het ook kopen, maar dan ben ik wel al mijn geld kwijt. We gaan even een bezichtiging doen op dit huis. Oh, kijk. Sharp Apartment 1. Ik weet het niet van het kleed. Ik heb zicht hier over alles, dat vind ik mooi. Wel de verkeerde kant, helaas. Kijk, dit voelt toch eens even luxe aan, hè? Kijk, dit pooierhuisje gaan we voor. Je hebt zicht over de hele stad, zo. Kijk, dit is wat we willen. Dit pooierhuis, helemaal rood, strak rood. Alles helemaal... Daar gaan we voor. Hier gaan we voor, kijkies. Ja, u huurt een woning voor 1750, dus dat is per dag. Oké. Ik heb nu de woning. Ik huur hem. Het is de duurste, het is de meest hoge verdieping. Ik ga even wat wiet daarin wegleggen, denk ik. En dan kom ik zo terug, oké? Klinkt prima. Ah, kijk eens aan. Kijk, wat top dit deze jongen. Wat top. Ik ga even mijn wiet stashen in mijn woning naar binnen. Kijk, en dan moet ik even de kluis vinden. Gram wiet, kijk. Hoeveelheid 31. Nou, ik ben weer helemaal veilig. Ik kan gewoon weer lekker over straat normaal zonder me elk moment, bang te voelen dat ik aangehouden word en wiet opgepakt heb, Oké. Nou, iemand is namelijk geïnteresseerd om deze auto te kopen. Ja. Zou je misschien even mee willen naar de deal? Prima. Oké. Wat is de prijs die je ervoor vraagt, als ik wel vraag? Nou, ik zou graag 4,5 tot misschien 5k voor krijgen. Oké. Dan kan ik namelijk... Oh. Oké, nou dan gaan we zien wat de deal gaat worden. 4 tot 5k, ertussenin. Ja, nou iemand had al 5k gebied, maar deze persoon die wou hem eerst nog een keertje zien en daar kan zijn bod plaatsen. Oké, ja, misschien plaats hij wel hoger. Misschien, ja, inderdaad. Wait, ik heb trouwens heel onbeleefd, ik heb nog niet om je naam gevraagd. Mijn naam is Jeffrey. Jeffrey, oké, mooi om te onthouden. Mijn naam is Max. En van te moeten, Max? Ja, ik denk ik net vooral bij de auto sta, toen wilde ik je roepen, maar toen dacht ik echt van, hoe heet je eigenlijk? Hier kan je helemaal niet roepen nu. Oké, ik geloof dat hij ons hier wil meten. Jeffrey? Jeffrey? Ja. Dit is hem. Dit is de auto, ja. Ik zal even uitstappen. Oké, prima. Prachtding is het, hè? Ja, ik zou hem kopen als ik jou was. Echt een topding. Ik wil hem sowieso hebben. Kunnen we hem zo mee? Ja? Hoeveel zou je voor bieden? We gaan hem even omhoog krikken, die prijs. Ik deze meneer hiervoor. Nou, het hoogste bod dat ik tot nu toe heb gekregen is 5k. Ja, ik geef er 5,5 dan voor me. 5,5? Ja, man. Oké, als je het 6 maakt, dan hebben we een deal. Ja, 6 is goed. Oh, wacht. Nu zijn jullie alle 2 6. Nee, ik wil 6. Ik wil 6. Oké, dan 6,5. Kijk, hij gaat omhoog! Oké, dan stap ik even in de passagiersstoel. Ik wacht wel hier op je. Oké, is prima. Ik ga hier op hem wachten. Hij heeft zijn auto gekocht voor 6,5k. Dat is beter dan de originele 5k. Ik heb niet eens internet op mijn mobiel, of gewoon Chrome of iets. Iets waarmee ik, het World Wide Web kan openen en gewoon normaal naar dingen kan kijken. Maar het is eigenlijk een soort grote voorbereiding op een bank heist die ooit genoemd. Begin met een huis, een outfit, een auto, een fatsoenlijke auto. Moet een beetje op gang komen. En dan later in meerdere afleveringen, als jullie dat natuurlijk willen, kan ik een keer misschien wel echt uiteindelijk een bank overvallen of zo. Ik weet het niet. Zo cool. Maar waar blijft Jeffrey? Ik wil gewoon Jeffrey. 2000 years later. Oh mijn god, het is ook nog eens gaan regenen. Het is nog eens gaan regenen ook, dus nu moet ik gewoon in de kou, in de regen, in de bliksem moet ik gaan wachten op die Jeffrey. Waar blijf je nou? Oké, we gaan dus nu de kant op van de inbraakwijk. En daar kunnen wij huizen, een beetje paperclippy hier en daar in de
de deur en je weet je wel, gewoon een beetje inbreken eigenlijk. Daar komt het op neer, ja, hè? Oké, jongens, het is spannend, maar het is tijd. Laten we even wat gekke pogingen wagen hier. Eerst onze auto klaarzetten. We gaan hem op slot doen, want er mag niet iemand anders. Het is een inbraakwijk, dus mijn auto kan ook zo gestolen worden, ingebroken worden. We gaan er stiekem overheen klimmen. We gaan bij de deur staan. Je kunt inbreken over 15 uren. Het is nu licht, dat is niet verstandig. Laten wij eens even 15 uur wachten dan. En over inbraakwijken gesproken. Mijn auto is gestolen. Hij is weg. Verdwenen, footsie, niet meer aanwezig. Ik heb een probleem. En ja, dat is heftig. Ja, ik kan nu niet weg. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Onderweg voor jou. We gaan hem bellen. Een bericht sturen. Ik sta bij de inbraakwijk in de Sloppen. Wij, kunt u mij ophalen? Oh, ik heb een bericht ontvangen. WhatsApp. Onderweg, onderweg. Aanrijdend, of? Oh, daar is hij al. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Ik heb wat problemen met mijn arm. Ik ben verkrampt, dus ik ga kijken hoe ik ze uit elkaar haal. Ja hoor, dat is helemaal goed. Oh, nou, ik ben verkrampt. Ik blijf lekker zo zitten. Ah, dat is helemaal goed. Waar moet u heen, meneer? Ik moet naar het Blokkenpark, de garage. Kunt u een GPS-signaal zetten? Dat zou ik zeker voor u doen. Deze meneer die wacht wel op alle groene stoplichten hoor, moet je zien, let op. Maar hier, het is rood en hij staat stil. Ach ja, ik kom het tenminste wel ophalen, maar ik heb wel moeten betalen. Ik weet dat Jeffrey het had gedaan. Hé, hey, we kunnen naar binnen. Oh, nevermind. Oh mijn god!